Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen hield vandaag een congres voor directies en bestuursleden over haar identiteit en opdracht in een multireligieuze samenleving. Blikvanger was de voorstelling en ondertekening van een engagementsverklaring, waar vanaf september 2019 al wie kiest voor katholiek onderwijs zich akkoord mee zal verklaren. Kardinaal De Kezel sprak het engagement namens de kerk uit. Zo verstaat het katholiek onderwijs en haar dialoogschaal zich als een dienst aan de samenleving. Niet alleen door onderwijs en opvoeding, maar ook door in de multireligieuze en multiculturele context te ijveren voor een respectvolle, rechtvaardige en menselijke samenleving. En daaraan willen wij als kerk en als katholiek onderwijs onze beste krachten wijden. In grote dankbaarheid voor allen die zich binnen katholiek onderwijs Vlaanderen daarvoor inzetten. Lieven Boeven ligt de engagementsverklaring toe. In die tekst van de katholieke dialoogschool staat er zeer duidelijk dat wij vertrekken van drie fundamentele christelijke intuïties. Namelijk het scheppingsgeloof, dat onze vrijheid een gekregen vrijheid is en dus naar verantwoordelijkheid voert. Het principe van de liefde zoals wij die in Jezus Christus hebben leren kennen, zo staat dat letterlijk in onze tekst. En dan de hoop, de christelijke hoop die ontspringt vanuit de verrijzenis. Dus omdat die engagementsverklaring geschreven is rondom de tekst van de katholieke dialoogschool, krijg je eigenlijk het feit dat dialoog en identiteit, dat samengaat. Ik heb de engagementsverklaring ondertekend, want ik vind dat heel belangrijk. En dat betekent voor mij dat ik inderdaad ook wil meedoen aan die dialoog, die erg belangrijk is in een school, waar alle mensen alle kansen kunnen krijgen. Daarom doe ik het eigenlijk. Met deze ondertekening wil ik eigenlijk mijn engagement herbevestigen voor die katholieke dialoogschool. Ik vind het belangrijk dat wij voor een project gaan die staat voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving. Dat wij die zorg in die scholen willen creëren, dat wij als personeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met passie en gedrevenheid uitstralen om dat kwaliteitsvol onderwijs voor al onze leerlingen op die manier te bereiken. Wat we zeer vaak horen in Vlaanderen is dat je, als je voor dialoog bent, als je open staat op anderen, dan geef je blijkbaar ook onmiddellijk je eigen identiteit op. Terwijl het voor ons juist andersom is. Het is precies door het contact te zoeken met anderen dat je leert wie je zelf bent. En dus ook voor christenen en voor de christelijke traditie, voor de kerkgemeenschap in Vlaanderen, is de dialoog met de anderen, biedt dat ongelooflijke opportuniteiten om dat christendom zelf weer opnieuw, op een nieuwe manier te gaan herontdekken.